KLM schrapt vandaag alle vluchten naar Brussel omdat er wordt gestaakt. Personeel van bagageafhandelaar Avia Partner op de luchthaven van Brussel voert actie. Dat bedrijf verliest een licentie voor de bagageafhandeling en werknemers zijn bang dat ze daardoor hun baan verliezen. Een treinkaartje naar Amsterdam gaat op Koninginnedag mogelijk meer kosten dan normaal. De gemeente Amsterdam wil een toeslag invoeren om zo de schoonmaakkosten na Koninginnedag te kunnen betalen. Het schoonmaken van de stad kost enkele tonnen per jaar. Een man en een vrouw uit Hardingsveld, Giessendam zitten al bijna een maand vast omdat ze hun 8-jarige dochter via internet hebben aangeboden voor seks. Een man uit Heusden, die voor het meisje zou willen betalen, is gisteren opgepakt. En huiseigenaren die onder hoogspanningskabels wonen worden waarschijnlijk uitgekocht. De Tweede Kamer steunt het plan van minister Verhagen daarover. Veel mensen die onder hoogspanningskabels wonen hebben gezondheidsklachten. Om de regeling te betalen zal de energierekening met enkele euro's omhoog gaan.